Dit is de game, jongens. Het is hem gewoon. Hij is gewoon gefinished. Hey, ik weet het, daar ben ik weer. Maar nu zonder headset, want ja. Leuk dat je er bent, vandaag ga ik iets... Vandaag ga ik iets doen wat ik nooit doe. Nou jongens, vandaag heb ik echt iets super amazings, cools, jottem leuks. Gewoon echt next gen level content voor jullie heb ik gewoon vandaag, het is echt amazing. Ik ga namelijk een game maken voor jullie in. Ik geef mezelf ongeveer 2 uurtjes. Nee, maar vrouw, we gaan een game maken. Ik weet niet wat het wordt. Maar het wordt amazing. Trust me, het wordt amazing. Oké, 2D. Muik. Locatie. YouTube Games. Create. Ik doe het trouwens in Unity, want dan kan het snel en makkelijk. Ik kan ook wel moeilijk gaan doen, maar Unity doet alles voor je. En hey. Hey. Ha. Jullie zijn allemaal gebamboezeld. Het is toch een 3D ruimte in plaats van 2D. Yeah! Ja, oké, jongens, we gaan iets heel super cools doen. Het is namelijk helemaal nieuw. Het is de game die jullie nog nooit in jullie leven gezien hebben. Het is echt de meest grote actiegame ooit die we gaan maken. Het wordt echt big brain. De game die we gaan maken is Memory. Maar dan de Ido variant. Yes? I guess? Ido Memory. Ip Memory. Er komen alle Idootjes die er zijn in de Memory game. Dit wordt big brain. We hebben een cube en hij is... Mooi. Wat ben ik aan het doen? Oké, we hebben onze shit klaargezet. We zijn er helemaal ready voor. Ik ga deze ook gewoon noemen. Card. Epic. Klaar. Game finished. Bam. De kaart is klaar. Hij is klaar. Nu hoeft er alleen nog een foto van Ido in en dan is de game gewoon gefinished. Easy game. Hey, daar is hij. We hebben Ido, jongens. Kom maar, Ido. Dit is je nieuwe huis. Vertrouw me maar. Oh, waarom doe ik dit? Waarom ben ik dit aan het doen? Ik hoop dat Ido dit ziet en heel trots op me is. Dat dit de Ido game gaat worden. Gewoon een game dedicated to jou, Ip. Kijk hoe epic dit is. Dit is een true gamer moment. Imagine dat je gewoon een deck van kaarten ziet. Zo. En dat zijn natuurlijk heel veel zijn ook anders. Maar hoe amazing is dit gewoon? Dat je gewoon echt... Kijk, het is ook 3D, dat is leuk. Maar dat je gewoon allemaal Ido images hebt en dat je gewoon moet onthouden welke Ido image jij nodig hebt. Dat is toch de dream. Ik zie potentie. Ik zie heftige potentie hierin. Ik ga het niet zoals doen zoals het nu is, maar... Het is zo fucking dom. Ik ga eerst gewoon like, alles maken. Dus de tafel en zo, die komt er nu op. Of onder bedoel ik. En dan daarna ga ik gewoon het programmeergedeelte doen. Maar ik denk gewoon... Het lijkt me eerst heel, heel leuk... Om legit gewoon alles te maken. Een beetje het visuele. Ook voor jullie is dat denk ik het leukst. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik heb vertrouwen erin. Wie wil dit nou niet? Wie wil niet een Ido game maken? Iedereen wil een Ido game maken. Am I right? Kijk eens. Dat is toch gewoon the biggest dream of all. Hier, we gaan de tafel. We kunnen zelfs de tafel kleur geven dat we willen. Hier. De tafel mag er... Oké, de tafel is toch grijs geworden. Maar met de witte outline. Very epic. Very epic. Kijk hoe cool Ido. Echt... Je krijgt echt deze angle. Oké, nu gaan we de echte big brain moment in. Ik heb al hier shit bovenin aangepast, maar nou... Daar gaan we. Oh. Ik voel mijn IQ groeien. Mijn IQ groeit per seconde hier, jongens. Wow. Ik moet echt de pauze nemen, dat was echt... Dat was... Jongens, ik moet jullie helaas mededelen dat ik alle kaarten weg heb moeten halen. Ze komen terug, maar voor het maken van is 1 kaartje eigenlijk heel makkelijk om gewoon even erop te houden. Hier, Ippie, zo. En nu jongens, kijk, nu hebben we gewoon een coole kaart. Je ziet het eigenlijk niet, maar op het moment, dan komt ik ga een voorbeeld geven.
Hier, op het moment dat ik nu deze image aanpas. Ik ga even een andere foto van Ido zoeken. Hier, deze steun. Dus dit zou dan de kaart Teun zijn. Nee, stel ik zou een nieuwe maken, steun. Maar kijk, hij doet het niet. Top. Maar jongens, nu is het Big Brain moment. Kijk, nu heb ik hier Ido. Ik heb daar een nieuw aan toegevoegd. Je hebt Ip en je hebt Teun. Je hebt gewoon Teun heb je nu ook. En als ik Teun hier aan toevoeg, die staat gelinkt aan deze kaarten. Kijk, let op. Nu is Teun. Dit is gewoon een... Het is zo ontzettend dom. Hij heeft een beetje een groot voorhoofd. Dat heb ik op expres gegeven. Maar dat betekent als ik hem dan nu vanaf deze angle zo doe. Infinite forehead Ido. We zijn even... nieuwe kaarten aan het maken. Maar dan moeten we wel... Hij moet wel mooi zijn. We hebben hier een Ibo foto weer. Kijk. Of nou, Ibo. Ik weet niet wie dit gaat zijn. Welke Ido dit gaat zijn. Maar het moet wel netjes zijn allemaal. Hè? Dus we zijn even dit aan het uitknippen zo. Hoppakee. Ja. Oh man. Dit is amazing hier. Kijk, we hebben al een paar nu. Dit is... we hebben Ibo. Dit is Knijp. Gewoon Knijp PNG. Kijk jongens, elke keer nu is de kaart een andere Ibo-kaart. Een random Ibo-kaart. Hoe cool is dat? Dat ik zoem voor jullie een beetje en dan kunnen jullie het gewoon van dichtbij zien. Kijk, het is... Nu is het... Ik heb geen idee welke het nu is. Knip! Nu is het... Teun! En nu... Nu is het gewoon Ip. Nu is het gewoon Ip. Kijk, elke keer als we de game opstarten, ik zal hem zelfs in groot scherm voor jullie zetten, dan... Bam! Er spannen heel veel Ido's. En het is nu random. Dus er spannen nu niet twee van elke. Omdat ik ook nog niet twee van elke heb. Dat moet ik wel even fixen. Aangezien dit er volgens mij 21 kaarten zijn. Die 21 door de helft. Ik heb het helemaal niet symmetrisch gemaakt. Ik kan hier nooit twee van elke hebben. Wat dom. Er moet één kaart weg hier. Kijk, nu zijn het er 24. Ze liggen er alleen niet recht op. Maar dat ga ik fixen. Oké, jongens. Ik heb 12... 12 verschillende dingen, kaartjes zijn nu. Er zitten ook 1 Makkers, 1 Reno en 1 Rode Listik zitten tussen. Voor de rest zijn het allemaal Edo'tjes. Let op. 3, 2, 1. Bam! Daar zijn ze. Ik zie nu dat ik echt way too huge ben. En Roy is ook way too huge. Maar kijk, we hebben dus onder andere Reno zitten tussen. We hebben de nieuwe Edo's. We hebben hier een Scared Edo. We hebben echt een eenie, mini, tiny, whiny Ibo. Die moet veel groter worden. We hebben hier nog de normale Ido. Dus let ik gewoon Ido. Dan Reno. Dan heb je hier nog een andere Ido. Ik ben... Kala, ik ben way too huge. Is way too huge. Roy is way too huge. Dus die moeten we even kleiner maken. Maar voor de rest... We got this, boys. Kijk, het is gefixt. Kijk eens. Iedereen is nu even cool. Zo, en even Jotem. Deze Ido is nog steeds klein, maar hij is groot genoeg. Ido, je bent groot genoeg. We weten het. Alle kaarten zijn er nu... En nu moeten dus van elke moeten er 2 in plaats van een random aantal. Dus dat gaan we even fixen. En als dat gefixt is, dan gaan ze allemaal omgedraaid worden. En dan mag je kiezen. En dan gaan we kijken of je het goed gedaan hebt. Dus er komen animaties in en weet ik veel wat. En dan wordt het echt een epic game. Oké, jongens, zoals jullie kunnen zien. Is nu van alles 1. Dus we hebben nu een legit soort van een randomized card deck. Kijk, ik kan wel laten zien als ik hem zeg maar opnieuw aanzet dat hij legit helemaal random is. Dat ze niet op dezelfde plekken staan als hij nog. Als hij... Hallo? Geen low. Oké, bekijk eens, daar gaan we. En het is compleet random. Hoe epic is dat? Wauw, wat een... Wauw, het is magie. Het werkt. Het is allemaal... Memes. Kijk, en nu moeten we eigenlijk voor elke kaart die we hebben, moeten we hem zorgen van, zeg maar, dat hij... verkeerd. Dat hij gewoon gedraaid is, weet je? Zo, hij moet eigenlijk zo zitten. En dan moet je er eentje krijgen en dan is het, oh, is het een goeie? Is het een goeie? Oh, ik pak die! Oh, en dan moet ik hem zoeken. Ik ga legit gokken. Ik gok dat hij hier zit. Oh. Ah, kijk, en dan heb je een fout. En dan moeten ze allemaal weer... moeten ze weer met tegelijkertijd omdraaien. Dus we gaan eerst even een animatie maken. Voor hoe dat eruit gaat zien. Voor eens zo'n kaartje. Kijk, dit is de animatie die we nu hebben. Hij pakt hem op, dus hij gaat een beetje met zijn puntjes zo naar beneden. Zo, zie je? Alsof hij hem zo oppakt. En dan flipt hij hem daarna gelijk. Maar hij flipt hem nog niet netjes genoeg, vind ik. Hij moet nog een beetje die afterturn maken, weet je? Dus, kijk, ik ga hem zelfs slow noemen voor jullie. Kijk, daar komt hij. Hij pakt hem op, dus het puntje gaat naar beneden, daarna weer omhoog.
Daarna draait hij hem gelijk en dan gaat hij iets te ver door. En daarna weer terug. Dat. This is pretty, right? You're very pretty, Roy. Very pretty. Kijk. Wow. Ze flippen allemaal tegelijk. Wow, had ik niet verwacht dat... trouwens, dat had ik op zich wel kunnen verwachten. Maar ze flippen nu allemaal tegelijk non-stop. Dat betekent in ieder geval dat ze per ding werken. Maar kijk hoe fancy dit eruit ziet. Gewoon het oppakken van de kaarten nu. Is toch leuk? Oké, dit gebeurt nu. Jotem. Kijk hoe epic dit is. We hebben nu dit zo. En dan is het lekker... We hebben een error. Oh, omdat ik mis. Oké, maar dat is niet erg. Maar... Hoe epic is dit? Dit is toch gewoon de pro-gamer move dat iedereen wil hebben. Dat je gewoon je kaart zo kan flippen. Zoals je wilt. Zoals dat. Alleen, ik zie nu wel dat die niet in beeld komen. Maar dat gaan we fixen. Oké, let op. Very cool. Very epic. Ik pak die. Dat is een Ibo. Pak je die. En dat is hem ook. Maar hij ging heel snel en hij bukt nog een beetje. Dat je zag het. Maar we zijn goed onderweg. We zijn goed onderweg. Ook al heeft hij hem goed. Ik weet niet. Hey, wacht. Waar zat die andere Ibo? Volgens mij zitten die naast elkaar. Ja, kijk. Die zitten naast elkaar. Hij doet het niet goed hoor. Maar jullie snappen het idee inmiddels wel. Dus, I don't know. Weet je, ik kan ook wel aan jullie telkens gaan laten zien als ik alles aan typen ben en zo. Maar er is eigenlijk helemaal niks aan. Nee. Dat is gewoon echt boring as fuck waarschijnlijk. Als ik het ziet van... Kijk hoe smooth het nu is. Let op. Boom. Boom, boom. Easy game. Easy. Kijk, als mijn calculaties kloppen, jongens. Als mijn calculaties, de Big Brain calculaties kloppen. Gaat u nu een paar seconden wachten. En dan gaan ze terug. En ook gewoon in de volgorde dat je ze gepakt hebt, weet je. Dus een, dit duurt te lang, maar het is dan poem, poem. You know? Dus very epic. Het kan het ook nog op een andere manier doen. Kijk, nu gaan ze tegelijk terug. Het is toch mooi. Toch mooi. Wow, dat was weird. Alles blijft klikken. Kijk. Oh, ze gaan wel allemaal tegelijk terug. Dat is wel cool. Dat is niet de bedoeling. Het is nu een heel weird effect heb ik gecreëerd. Hier, kijk. Broep, allemaal terug. Dus, let me fix the Big Brain. Nu is het nieuw. Dit is beter. Als het goed is, werkt hij nu helemaal precies clean. Kijk, ik kan spammen wat ik wil. Er gebeurt niks. Oké, hij doet nog steeds raar. En nu blijft hij gewoon hangen. Oh, die twee die zijn nu gewoon... Oké, die twee zijn gewoon doomed forever nu. Oh, die ook. Oké, nee, er is iets weirds gaande. Oh, na jaren heb ik het eindelijk gefixt. Kijk, nu doet hij het. Nu kan ik gewoon doorklikken. Nee, maar legit, ik heb echt... Het heeft me oprecht gewoon een half uur gekost om dat probleem op te lossen. But why? Alleen het enige wat er dan niet gebeurt is als ik nu de correcte heb. Oh, kijk, wacht, die zitten toevallig naast elkaar. Kijk, dat is mooi. Die en die. Dan jieten ze alsnog terug. Dus ik moet nu gaan checken of ze hetzelfde zijn. Dan mag je ze weghalen. Dan mag je doen. Dan mogen ze gewoon. Ik ben benieuwd of dit werkt, maar dan moet ik eerst de dubbele vinden. En dat duurt echt zo lang. Testen is echt kut in dit spel. Je wil niet testen als je bijvoorbeeld twee dezelfde... Kijk, die, dat is helemaal kut dus nog. Of je bijvoorbeeld twee dezelfde hebt. Oh! Oké. Dus het doet zijn ding. Hij weet dat ze gevonden zijn. Hij weet dat ze gevonden zijn. Of het nou werkt of niet. Hij weet het. Nou. Oh! Deze twee. I know it. Kijk. Oh. En. Oh. Oh, hij loopt nog. Eel. Oh. First try and gone. Just like that. Oké, nu ga ik hem ook gewoon uitspelen. Nu kan ik hem voor het eerst in mijn leven, in jullie leven, kan ik hem uitspelen. Die Reno. Die van Reno die is gewoon heel scherp of zo. Dus dat is gewoon heel netjes. En die is echt ugly as shit. Oh, maar ik kan het toch niet herinneren. Ik heb niet opgelet. Ja, die ugly as shit, die heb ik opgelet. There you go. Easy game. Goodbye. Get out of here. Dit is de Reno. Easy. Oh, crap. Wacht, volgens mij was dit Reno dan. Nee, huh? Die staat hier. Ook niet. Huh, welke was Reno dan? Was deze Reno? Ja, kijk. Easy game. Get out of here. Oh, kut. De schaduw. Hij moet nog hoger. Ion, maakt niet uit. We gaan hem proberen uit te spelen. We gaan hem even proberen uit te spelen. Mijn jongens. Kijk, easy game. Get out of here. Dan deze. Dat was met deze. Goodbye. Dit is, weet ik veel, die... Nee, there you go. Helaas. En, oh, nee. Oh, wat doe ik? Ik ben echt een idiot. Oeh, maar by the way... Die is wel goed om te doen. Oh! Oh, maar deze. Die zitten dus gewoon naast elkaar. Het is gewoon... Goodbye. Schaduw klopt nog niet. Daar moeten jullie niet op letten. Goodbye. Dit is... Die.
Ik vind deze zo droog gewoon. Hoe... Ja, hij probeert gewoon legit normaal te kijken op die foto. Hier, kijk, hij probeert echt gewoon heel friendly te kijken. But get out of here, peasant. Dit is de oprechte funny ip. Hey, dat ben ik. Volgens mij was ik deze. Ja, kijk. Goodbye, Mekkes. Goodbye. Deze. Dat is die. Dat is niet waar. Dat is namelijk deze. En deze. Goodbye. Goodbye, you piece of ip. Dan hebben we hier de funny ip. En dan blijft er nog maar eentje over die we volgens mij nog in één keer hebben omgedraaid. Oh jawel, die hebben we wel eens een keer omgedraaid. Goodbye. Hey, het werkt. Het veld is leeg. De game is niet gefinished, maar we zijn al heel ver. We gaan hem gewoon nog even iets verder maken. Dus sowieso moet hij nog iets verder omhoog vliegen. Oké, dan hebben we als het goed is basically alles, denk ik. Behalve, oké, de tekst staat hier kaarten 02. Het werkt nog niet. Dat ga ik zo doen, heel snel. Dat is echt zo gedaan. Very epic gamer moment. Oeh, ik weet niet wat ik van deze tekst vind. Oeh, oké. Ja, het is wel cool. Kijk, het is wel cool. Ja, het is wel leuk. Als je hem nu op full screen zet, dan kunnen jullie het volledig zien. Kijk, dit ziet er wel lekker uit, toch? Ik bedoel, het kan leuker, maar voor de video is dit helemaal fijn. Ik ga het toch niet releasen, alleen bij 10.000 likes. Oké, dan als mijn calculaties kloppen, jongens, is het zover. Als mijn calculaties kloppen, is het zover. We gaan kijken. Werkt dit? Welke gaat de eerste in elkaar... Oh, het is Roy. Roy is degene. Hier. Ploep. Kaarten 1 van de 12. There you go. Is easy as that. Yes, very good English. Nou jongens, dit is de epic game. Oké, daar ben ik. Met mijn greenscreen die absoluut in kwaliteit aanwezig is op het zwarte achtergrondje hier. Maar waar jullie voor komen is de Ip Memory Edition. Ik heb nog wat geluidjes toegevoegd. En dat zit eigenlijk. En qua hoe snel alles gaat, heb ik nog een beetje getweaked. Daar is hij. De Ip The Memory Edition. De game die we allemaal willen spelen. Dus ik ga hem testen. Daar gaan we. Het eindresultaat, jongens. Made with Unity. Daar is hij. Waarschijnlijk hebben jullie dit muziekje al tijdens de video al eerder gehoord. Maar dit is de game. Het is hem. En de error. No. Oh, man. That's not the good Ip. Wat is dit? Oh man! Hold on. Is dit hem? Ah, oh, crap. Deze dan. Oh, volgens mij had ik de I'm not scared you are. Edo heb ik al gehad. Oh nee. Oh, of. Hey, there you go. Get out of here. Dit is de game, jongens. Het is hem gewoon. Hij is gewoon gefinished. De game is nu in de App Store. Nee, hij is niet in de App Store. We gaan hem ook gewoon niet releasen, jongens. Waarom zou ik dit? Dat jullie het heel graag willen, maar... Weet je wat? Ik zei het al eerder. Maar ik heb nog geen enkele video op mijn kanaal met 10.000 likes. En deze gaat het ook niet krijgen. Tenzij... Hey, nou heb ik. Als jullie dat wel fixen... dan release ik hem met extra features en al. Met minigames en al, weet ik veel wat. Nee, I'm just kidding. I don't know. Jongens, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet, ik heb mijn avond hieraan besteed... Ik zei dat ik er 2 uur over ging doen, maar ik heb er gewoon langer over gedaan natuurlijk. Omdat het eten was al tussendoor. Weet ik van wat ik allemaal tussendoor allemaal ging doen. Ik heb 100 miljoen keer dezelfde gehad. Alleen, kijk, hier heb je Reno. Daar heb je Reno. Oké, nice. Wat gaan we nog mee doen? We hebben hier de Ippie. Maar ja, jongens, dit is hem. Dit is de Ip, de Memory Game. Memory Edition. Hey, huh? Ik dacht dat ik hem had. Ik wil hem af voor jullie uitspelen natuurlijk gewoon. Ik wil hem eventjes voor jullie uitspelen. De Ip, de Memory Game. Willen jullie... Wauw. Dat ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Ik had dit idee in mijn hoofd van, weet je, ik ga gewoon Ip the Memory Game maken. Maar het feit dat hij gewoon compleet gelukt is, dat vind ik weird. Ik ben dat ding, die ben ik al 100 miljoen keer tegengekomen, maar het lukt me niet helemaal. Waar is hij? Come on. Hier, die dan. Ik moet echt even opletten wat ik doe. Ik ben helemaal niet scherp met mijn... Hier, there you go. Goodbye. Get out of here, you piece of shit. We hebben de 8 van de 12 hebben we al. Dat is als goed als deze. Easy game. En dit is... Nee, dat ben ik. Volgens mij ben ik hier ook. Ja, there you go. En dan hebben we one last game of die. En dat is die. Oh. Oh. Bruh. Oké, dan is het nu dan. There you go. Nou, how about that, guys? Muziek is al klaar. Dan start hij gewoon opnieuw. Maar dat is hem. We hebben nog geen... Er is geen windscreen of zo. Dat is het gewoon. Ik hoop dat jullie de video wachten dan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik wel. Ik heb oprecht mijn best gedaan om zo'n... Ip the Memory Edition game te maken. Ik weet niet om het zo leuk mogelijk te maken.
Abonneer allemaal eventjes op mijn YouTube kanaal. We hebben bijna 100.000 abonnees. We gaan ooit die 100.000 abonnees halen. En willen jullie nou dat ik dit vaker doe? Zo ja? Comment dan even wat jullie willen dat ik maak qua game. Het moet wel realistisch zijn. Ik kan ook wel een hele RPG game maken, maar daar ben ik veel te lang bezig. Ga ik niet doen, geen tijd voor. Dit kan ik in een avondje maken, weet je. Dit is in één avond is dat zo gemaakt, zeker met Unity. Dus abonneer, zeg wat je wil dat ik volgende keer wil. Als je dit helemaal kut vond, dan doe je gewoon niks meer. Maar ja, gewoon. Bij 10.000 likes release ik hem op de App Store en dan kan je hem downloaden. There you go.